Je ziet hier een vrij eenvoudige WordPress-website, maar met deze WordPress is wel iets bijzonders aan de hand. Ik heb namelijk op één pagina een gedeelte van de tekst afgeschermd. En ik zou je dat laten zien. De pagina die ik bedoel bevindt zich onder de knop Headers Page. En dan wordt deze pagina geopend. En ik kan maar een deel van de pagina bekijken. Onder de pagina, tenminste onder het deel wat ik kan bekijken, staat een regeltje. U moet lid zijn om meer te lezen. Ik moet dus eerst inloggen en daarbij ook nog als gebruiker lid zijn van het juiste gebruikersniveau. voor ik de rest van de pagina kan lezen. Nou, ik zal even inloggen met een account wat voldoende rechten heeft. En ik zal dan deze headers page-pagina opnieuw gaan openen. En je ziet nu dat ik de rest van de pagina ook kan lezen. En dat die melding dat ik lid moet zijn om de rest te kunnen lezen, die wordt niet meer getoond. Nou, dit heet content afscherming. Ik heb dus een deel van de content afgeschermd. Voor mensen die niet ingelogd zijn. Nou, dat content-afscherming zit niet standaard in WordPress. Dus het is geen optie die je zomaar aan of uit kunt zetten in WordPress. Je hebt daar een plugin voor nodig. Welke plugin je daarvoor kunt gebruiken en hoe je gedeeltes van teksten of hele berichten of pagina's kunt afschermen, dat laat ik je zien in de video die nu komen gaat. In deze video gaan we op een WordPress-website content afschermen. En daarmee bedoel ik dat de berichten of pagina's. We alleen zichtbaar maken voor mensen die zijn ingelogd. Nou, ik heb hier een WordPress website en nu is alle content nog gewoon zichtbaar voor iedereen, dus ongeacht of je bent ingelogd of niet ingelogd. Als ik bijvoorbeeld naar deze pagina ga, naar headers page, dan zie je dat deze pagina dus gewoon getoond wordt. En ik ben niet ingelogd en toch wordt deze pagina getoond. Maar ik wil dus dat deze pagina alleen getoond wordt als ik ben ingelogd en als ik niet ben ingelogd mag deze pagina niet meer getoond worden. Nou, er is geen standaard optie in WordPress. WordPress bevat die optie standaard niet. Maar er is wel een plugin of er zijn meerdere plugins uh, waarmee je het kunt regelen. En naar één van die plugins gaan we nu kijken, namelijk naar de plugin Restrict Content. En die zal ik gaan installeren in deze WordPress website. En daarvoor ga ik naar het dashboard van mijn WordPress website toe. En het dashboard zie je hier. En ik ga naar plugins om deze plugin te gaan installeren. Ik klik op nieuwe plugin. En ik zoek dan hier rechtsbovenin in het zoekvenster naar Restrict Content. Ik druk op enter. En je ziet dat dan de plugin gevonden wordt, Restrict Content. Ik klik op installeer nu en dan wordt deze plugin geïnstalleerd in mijn WordPress website. En zodra de plugin is geïnstalleerd, klik ik op activeren om de plugin daadwerkelijk actief te maken. Wanneer de plugin uh, geactiveerd is, kun je de instellingen vinden onder de optie instellingen en dan zie je de optie restrict content. Nou, deze zal ik openen en hier kun je dus een aantal zaken instellen met betrekking tot deze plugin. En met name kun je hier instellen wat voor bericht mensen krijgen die bepaalde content niet kunnen bekijken. Nou, daar gaan we zo even naar kijken. We gaan nu eerst even kijken naar een extra optie die onder berichten en onder pagina's bijgekomen is nadat we deze plugin geactiveerd hebben. En ik zal even naar pagina's gaan. En dan zal ik mijn pagina Headers page gaan openen en als ik dan helemaal naar beneden scroll dan zie je onderin een extra optie, namelijk deze optie Restrict this content. Zowel onder berichten als onder pagina's vind je nu deze optie en nu kun je aangeven uh, op welk gebruikersniveau mensen minimaal moeten zitten willen ze de, deze pagina kunnen bekijken. Nou, standaard staat het user level op non, dat betekent dat iedereen deze pagina kan bekijken. Maar je kunt hier dus kiezen uit de verschillende uh, niveaus die WordPress kent. Dus van subscriber tot en met administrator. Uh, zet ik bijvoorbeeld de optie op author. Dat betekent dat dat iemand minimaal lid moet zijn van het gebruikersniveau author voordat hij of zij deze pagina kan bekijken. En zou ik deze optie op author zetten en iemand is lid van het gebruikersniveau uh, contributor. En die persoon zou inloggen, dan zou die persoon nog steeds dit, uh, deze pagina niet, niet kunnen zien, omdat contributor onder author zit. Nou, ik zal nu het user level op subscriber zetten. En dat betekent dat iedereen die ingelogd is, deze pagina moet kunnen zien. Mensen die niet ingelogd zijn, die kunnen deze pagina niet zien. Nou, ik zet dus uh, het user level op subscriber van deze pagina, headers page, en ik klik op bijwerken. En ik zal dan deze pagina aan de voorkant van mijn website eens opnieuw gaan laden. En nu zie je nog dat deze pagina te zien is. Maar als ik op F5 druk om de pagina opnieuw te laden. Zie je dat de pagina niet meer getoond wordt. Ik moet dus eerst inloggen al voordat ik deze pagina kan bekijken. Nou, ik zal even als gebruiker Piet inloggen, en ik zal je even het gebruikersaccount van Piet laten zien. Dus in het dashboard van WordPress ga ik naar gebruikers. En dan zie je mijn gebruikersaccount. En hier zie je het account van Piet. En je ziet dat Piet de rol abonnee heeft. En in het Engels is dat subscriber, dus het laagste niveau in de gebruikersrollen. Maar dat betekent dus ook dat Piet uh, het, uh, de pagina moet kunnen zien zodra hij inlogt. Nou, ik zal als Piet inloggen. En ik ga weer naar de headers page toe. En je ziet dat Piet nu inderdaad deze pagina kan bekijken. We gaan nu terug naar de instellingen van de uh, Restrict Content plugin. Dus weer terug naar instellingen en dan naar Restrict Content. Uh, wat je net zag, als Piet niet ingelogd is. En ik zal Piet nog even afmelden. En ik zal de headers page pagina nog even openen. Uh, zodra iemand niet ingelogd is, dan zie je hier niks. Maar het zou netter zijn wanneer hier een berichtje stond dat deze content uh, alleen te zien is wanneer je bent ingelogd, bijvoorbeeld. En dat kun je hier dus uh, bij de Restrict Content Settings regelen. Nou, het niveau staat op uh, Subscribers, daar had ik uh, het niveau ingesteld uh, voor wie uh, de pagina Headerspace zichtbaar is. Uh, zit je één niveau onder subscribers, dan kun je dus de pagina niet bekijken, maar zal het zou mooi zijn dat je een melding krijgt. Die melding vul je in bij subscribers, dus bij het niveau waarop je de pagina ingesteld had. En ik zal intypen, u bent niet bevoegd deze content te bekijken. En ik klik op Save Options. Als ik nu de voorkant van mijn website opnieuw ga laden, terwijl ik niet ben ingelogd, dan zie je die melding, u bent niet bevoegd deze content te bekijken. Dan weten mensen wat beter waar ze aan toe zijn, want uh, ja, men is niet bevoegd. En dat is beter dan wanneer er helemaal niks zou staan. Nou, wat ik nu ga doen, is dat ik het niveau van uh, de pagina, dus ik ga naar pagina's toe en ik open mijn headers page pagina weer. Ik zal nu het niveau wat hoger zetten. Hij staat nu op subscriber, dus Piet kan uh, deze pagina zien. Ik zal nu het user level of het niveau author zetten en ik klik op bijwerken om mijn pagina op te slaan. Als ik aan de voorkant van mijn website de pagina opnieuw laat dan zie je dat de melding verdwijnt. De melding die je wilt tonen moet je dus echt op het niveau zetten waar je dus de pagina op hebt ingesteld. Dus ik ga weer terug naar instellingen en dan naar restrict content en bij alters zal ik nu ook neerzetten u bent niet bevoegd deze content te bekijken en ik klik op save options. En ik zal nu de voorkant van mijn website opnieuw gaan laden, dus deze pagina, en nu zie je deze melding weer verschijnen, u bent niet bevoegd deze content te bekijken. Als Piet nu inlogt en Piet is abonnee, dus lager dan author, dan kan als het goed is Piet nog steeds deze pagina niet zien. Nou Piet logt in, Piet gaat naar de headerspage page toe en je ziet dat Piet inderdaad deze pagina nog steeds niet kan bekijken. En hij krijgt ook de melding: U bent niet bevoegd deze content te bekijken. Nou, prachtig. Exact zoals ik het wil. Zou ik nog Piet uh, wat hoger in het niveau of een wat hoger niveau geven? Dus ik ga naar gebruikers toe. En ik open het account van Piet. En ik maak van Piet bijvoorbeeld een author. Dus van rol zet ik hem op auteur. En ik klik op gebruiker bijwerken. En ik zou dan de voorkant van de website opnieuw laden, terwijl Piet nog ingelogd is dan zie je dat Piet deze pagina wel kan bekijken. Dus zo kun je pagina's uh, al dan niet afschermen uh, voor niet ingelogde gebruikers of voor mensen met een te laag uh, gebruikersniveau. Nou, je kunt nog meer zaken doen en ik zal weer terug gaan naar instellingen, uh, restrict content. Uh, je kunt ook met een speciale tag uh, een heel bericht of een hele pagina of een deel van een pagina afschermen. Stel je voor dat ik maar een deel van een pagina wil afschermen voor uh, alleen voor geregistreerde gebruikers. Dan zou ik dat met een bepaalde code kunnen doen. En ik kan er ook meteen een melding op geven voor mensen die uh, ja, niet het juiste toegangsniveau hebben. En ik zal eerst die restricted message even invullen. Uh, bijvoorbeeld, um, u moet lid zijn om meer te lezen. En deze op, of instelling deze tekst sla ik op via de knop Save Options. En ik ga dan terug naar mijn pagina. Dus ik ga naar pagina's toe en ik open mijn headers page weer. Nou, ik zal eerst um, het user level weer op non-zetten. En ik klik op bijwerken om mijn pagina op te slaan. En ik ga dan ergens uh, in mijn pagina een stuk afschermen. Bijvoorbeeld vanaf hier. Daar ga ik een tag invullen om uh, de pagina af te schermen. En ik ga um, het afschermingsniveau op Alter zetten. Nou, Dat doe je als volgt: een vierkante haak en dan Restrict. Spatie: User Level is, dubbele aandrukstekens, author. Dubbele aandrukstekens en dan een vierkante haak sluiten. En hier begint dus het afgeschermde gedeelte. Uh, waar ik het afgeschermde gedeelte wil laten eindigen, daar typ ik. Uh, vierkante haak slash restricts vierkante haak sluiten. Nu is dus het laatste stuk van mijn tekst in deze pagina alleen beschikbaar voor mensen die gebruikersniveau author of hoger hebben. En ik klik op bijwerken en ik zal dan de voorkant van mijn website opnieuw gaan laden, dus die headers page. En als het goed is ziet Piet alles, want Piet die is lid van de groep uh, alter. Maar als Piet zich afmeldt en iemand die niet ingelogd is, die klikt dan op Headerspage page om de Headerspage page pagina te openen. Uh, die ziet het gedeelte van de tekst tot en met waar ik het afgeschermd had en daaronder zie je de tekst: u moet lid zijn om meer te lezen. Nou, ik kan uiteraard ook Piet nog een niveau lager zetten. Dus ik ga naar gebruikers toe en ik maak van Piet in plaats van een alter uh, maak ik hem weer gewoon een abonnee. En ik klik op gebruiken bijwerken. En ik zal dan nog eens gaan inloggen als Piet. Als het goed is krijgt Piet dan ook die melding te zien dat uh, niet alle content voor hem beschikbaar is. En je ziet ook Piet ziet nu, u moet lid zijn om meer te lezen. Dus zolang hij lid was van de groep Alter, uh, kon hij keurig de hele pagina lezen. Nu hij niet meer lid is van het uh, niveau Alter, maar weer terug is gezet op abonnee. Uh, moet hij dus lid zijn of je kan ook een andere boodschap neerzetten, maar kan hij dus de hele pagina niet meer lezen omdat het gedeelte afgeschermd is? Uh, Zou ik als mezelf inloggen en zelf ben ik administrator, dus als het goed is mag ik alles uh, gewoon zien. En ik zal mezelf even inloggen. Als het goed is kan ik de hele pagina gewoon zien omdat mijn gebruikersniveau hoog genoeg is. Ik ga naar de page en je ziet inderdaad dat alles gewoon. Uh, voor mij leesbaar is. Nou, op die manier kun je dus op twee manieren content afschermen. Je kunt uh, in een bericht of in een pagina uh, aangeven voor welk gebruikersniveau die pagina of dat bericht uh, geschikt is en dat kan dus via de optie restrict this content helemaal onderaan. Uh, je kunt ook gedeeltes van een pagina of bericht afschermen en dan specifiek op, uh, op user level of gebruikersniveau. Via deze tag restrict user level is. En ik had nu alter ingevuld. Ik had er ook editor of contributor of administrator kunnen invullen. Maar zo kun je dus heel specifiek voor specifieke gebruikersniveaus uh, delen van content afschermen. Ik hoop dat je deze video nuttig en interessant gevonden hebt. En ik wil je heel hartelijk danken voor het kijken.